ga straks vliegen in een vliegtuigje. En dan mag ik zelf sturen. Maar kun je wel sturen? Niet echt, want ik heb het nog nooit gedaan. Maar is dat dan wel een goed idee? Jawel, ik wil het wel proberen. Maar ik heb het zo net ook op de computer gedaan binnen. Oh, dus er kan eigenlijk niks misgaan? Nou, hij ging wel de lucht in, toen viel hij weer neer. Dat ging niet helemaal goed. Dus dat is niet echt een goed teken? Nee, maar ik wil het wel proberen. We hebben hier het hoogvliegen daar op Veenbaas Ljouwert. En wat we doen is dat we mooi 46 band hier een vlucht maakt. Op wat voor band zit het dan? Dit een band zat wij zijn die ernstig of chronisch ziek binnen. Ja, dus daar kist van alles onder versteren natuurlijk. Dat binnen band mooi ADHD, PDD-NOS, autisme tot een mooi band die gewoon echt slim ziek binnen en soms ik terminaal. Ik heb cola gehad, ik heb koffie gehad, ik heb thee gehad. En ik heb nog mijn tanden nog gepoetst, scheurtjes opgedaan. Dat heb ik vanochtend allemaal gedaan. Dat kan niet meer mis. Nee. En we hebben nog muziek geluisterd in de auto. En ook wat pilotenmuziek? Nee. Oh. Bob Marley. Bob Marley? Reggae. Wat ben je nou aan het doen? Aan het wachten dat het nummertje op 12 springt. Maar het duurt lang. Ik hoop dat hij zo 12 springt. Want er staat nu niemand, dus hij moet eigenlijk wel zo springen gaan. Hoop ik, dan kan ik eigenlijk gaan vliegen. Dus ik moet even opletten nu. Nou, direct maar op 12. Is hij niet gewoon kapot, denk ik? Nou, dat dachten wij ook al. En heb je er ook nog van gedroomd? Dat niet. Ik heb alleen maar over eten gedroomd. Eten? Ja. Want ik droom heel vaak over eten en pizza's. Want ik ben een keertje door mijn broer samen wakker gemaakt voor pizza. Toen heb ik nog pizza gehad. En sindsdien droom jij over pizza's? Ja, al heel lang. Met pizza's. Hij bestelt altijd s'avonds pizza's. Om 10:30 was dat. Ja, okay. Dus dat zijn goede dromen op zich. Ja, dat wel. Dit vliegtuigje gaan we dus ook af. Mooi zeg. Ja. We kunnen wel heel veel mensen. Oké, Damien jongen, stap in zou ik zeggen. Airspeed is live. Gaat ie Damien? Ja hoor. Cool. Ja. Hoe vind je het uitzicht? Mooi. Jij? Dat vind ik mooi. Dat is alles klein. Ja, hè? Ja. Links de autobaan en rechts de dingen. Vind je het leuk om even iets te sturen of zeg je nou liever jawel niet? Ja? Hou maar even vast. Hou ik hem ook vast. Gaan we samen sturen. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, we moeten een beetje naar rechts, dus dan ga je een beetje een bochtje naar rechts maken. Heel goed. En dan leg je hem weer netjes recht. Oké, nou, dit was het bochtje naar rechts. Is dat gaaf of is dat niet gaaf? Heel gaaf.
Voel je nu ook als echte piloot, Damien? Ja, je zegt, kijk, ik heb even het sturen, maar niet vast. Dus ja, het ligt aan het probleem, Damien, dat we zo vliegen. Zo. In het begin was het in één keer wel, toen voelde je het heel snel in je maag. Maar later ging het wel. Maar ik werd niet misselijk, gelukkig. Ik heb een heel stuk alleen gevlogen. Ik had zaken vond het een beetje eng toen. Had hij gedacht dat ik ging neerstarten. Maar dat gebeurde niet. Hier ging het in het vliegtuig echt ging het beter dan op de computer. Dat wel. Nou, dat komt goed uit. Ja. Heel goed. Je doet het goed, man. Ja. Als jij nou vanmiddag nog een paar vluchten doet, dan ga ik lekker aan de koffie. Nee. Heb je dus last van je maag en zo? Moet je gauw overgeven? Nee. Nee, dus ik kan wel even zo, dat we zeggen... Leuk, hè, Klaas Jacob? Is het leuk of is het leuk? Heel leuk. Ah, goeie. Ben je helemaal dwaande? Waar maak je de perken kleren van het varie? De blomperken hier op Vijversburg. En naar de hemelvaart komen die in Jergen te brengen. Dus de opfleuring van het park. Dus een beetje fleuren. En hoe verint het op nota? Hartstikke goed, ja. Een beetje machinepech bij de meermachine, maar goed, de bekende dingen in het varie rijden dan wel eens. Ik ben de kantjes ontsnijden, dus ja, echt het varierswerk. En dan succes naar de hemelvaart, dan komen er 3000 plantjes. En dan is weer 3 of 4 dan plantje. Maar als het goed is, dan kom je raas een heel soort meisjes op halen. Vielen jullie ook een bepaalde druk, want ze gingen vanzelf onder jouw werkje. Ja, en daar ben ik boven het bent en dat hindert ik al je niks. Als het maar positieve opbouwende kritiek is. Dus ja, kritiek heb je altijd en het kan altijd mooier. Maar dit Vijversburg is wel een park. Je kan heel vol. We hebben 365 dagen hier. Dus er gaat ook wel eens wat mis. Dat hindert al je niks. Maar we proberen het beste van altijd van te meiden. En schoffel je hier nou een motiefje erin? Zie ik dat goed? Ja, er zit een bepaald patroon in. En de man nemen we dit. Dus dat is een bepaald patroon. Dat lijkt hier al 50 jaar. Dat is een stukje traditie van vroeger. En als je dat van boven sjoggen, dan zie je die motieven dus beter. Maar het is krijg een man met jerms, die sleept als het ware. En dus dat, een beetje die opbouw zit erin. Dus jou binnen een sliepende man in het gas, ons koffeltje. Zal ik het al.